Ja hoor, jongens, je ziet het zeker goed. Het is niet normaal. Wiets van der Schee aan het water. Het is de tweede keer pas dit jaar. Tweede nachtje. En het is eerste paasdag, dus vandaar dat ik vrij heb van mijn werk. En ik ben met de grote baas Chitten van der Schee. Daar zijn we weer, jongens. Chitten, vertel jij eens even. Ja, eindelijk weer eens een keertje vissen met broeder Wiets van der Schee. Ik denk echt dat bijna een half jaar geleden is dat we samen hebben gevist. Ja, dat is niet normaal. Slechte zaak. Ik denk dat ik jou weer in actie neem. Ik ben van nieuwe onderlijntjes aan het knopen. En nou, ziet er goed uit. We gaan even een kort nachtje vissen. Het is nu een uurtje of 4:30. Ja, over een uurtje is de, of over anderhalf uur is de bekerfinale, Ajax-PSV. Dus weer achter voor inleggen. En misschien herken je de stek al. Mooie wedstrijd stekkie. Zit goed vis, zelfs spiegels. En ook mooie twintigers. Daar gaan we voor. Goed in het voorjaar is het goed vangbaar. Het is niet te moeilijk, dus we gaan knallen. Dat gaan we zeker. Wat voor rig ga je vissen? Doe je nog iets speciaals? Nou, het is gewoon een normaal rigje met een, hoe noem je dat, ringetje in plaats van een schot. Dat vind ik gewoon beter, beweeg lekker veel. En niet, dan zo een, niet zo lang. Haak maak je 6 curve shank en krimpkousje erop en hij is klaar. Let's go. Kijk eens even, joh. De concurrentie is aanwezig. Daarachter. Hij heeft geen tent mee, dus die gaat geen nachtje. Dus daar hebben we dan ook niet zoveel last van. En verder zijn we eigenlijk alleen enig op water. Goeie zak. Is die zo niet? Ja. Nou jongens, ik ga vandaag vissen met de combi deal van de Altoona. En dat houdt eigenlijk een paar dingen in. Ik heb hier een emmetje, zit er vast een beetje stickmix in en pellets. En ik ga het nog een beetje erbij gooien. Stickmix. Mooi attractief voertje. Je weet wel, dat kan je niet. Als je gaat werpen kan je er niet mee vissen. Dus ik ga hem uitlopen. Of als je een voerbed hebt, kan je er ook mee aan de voeten, uit de voeten. Tuna pellets erbij. Een beetje boekwijd. Hij wordt echt een pornovoertje, jongens. Maar het mooie, dat komt nog. Een beetje bollen. Kijk, ik heb hier verse bloedworm pellets. Pellet? Of hoe noem je dat ook weer? Bloedworm larfjes eigenlijk. Dat is natuurlijk aas. En zeker in het voorjaar is dat gewoon echt een kigger. Want die vis die is natuurlijk gewoon gewend om uit de bodem te broeden. Als het door je voer zit, is het natuurlijk extra attractief. Ik kan hem even ingevroren. En ik heb hem nu laten ontdooien. Dus ik ga even al die zooi uit laten lopen. Ja, je hoeft niet heel de zak erin te doen. Gewoon een beetje door je voertje heen. Het is extra geurstoffen. En hoe noem je dat? Natuurlijke aroma's. Dat zit er natuurlijk in. Dus dat is helemaal, het is gewoon natuurlijk voer. Ja, het is gewoon bloedworm. Maak je echt een lekker attractief voertje door. Zo. Op zich zit er prima genoeg in zo. Het valt een beetje weg natuurlijk in die donkere mix, die kleur. Maar dat maakt niet heel veel uit. En om het af te maken, tuna, fever extract, ook een beetje erbij. Doe eens gek. En dan gaan we rusten. Nu even nog even wel zien. En met je. Ja, ik zie het niet goed. Ja. Echt top hoor, moet je eens even kijken. Het is echt, als we hier niet hebben gevangen, dan weet ik het ook niet meer. Hey jongens, de rigjes die zijn eigenlijk duidelijk. Montages met een visvrije roodsysteem. En dan ga ik eentje met een 20 mm hot tuna en een geel pop upje vissen. En die andere met een hot tuna gekeurde, ja, hoe noem je dat, zo'n twist voer pop up. En door de drone staat hij natuurlijk zo boven de bodem. Met dat voertje erbij, dan ja, dat is gewoon garantie voor aanbeten. Zit, jij gaat wel werpen toch? Zeker. Jij bent niet zo huiverig om het waterpak aan te doen? Nee, niet zo lekker als wat. Dus daar heb ik niet zo zin in. En voor het ook gevangen. Gevangen. Je gaat gooien nu met een PVA'tje doen. Met een PVA'tje. Dat is wel top. Hey. Zo, en dat spelt niet eens. Nee, het is PVA vriendelijk. Is helemaal geweldig. Goeie zaak. Zeker goede zaak. Ik ben benieuwd. Zo, en wat is dit voor service dan? Ja, lekker broodje. Wat is dat? Broodje Mexicano met ketchup. Het is geweldig. Lekker. Nou jongens, de hengels zijn klaar. Met één hengel ga ik vissen met een hot tuna bolie en dan een onderlijn van zo'n denk 18 centimeter. Andere engel ga ik vissen met een Tiger Nut Crush bolie. Ik heb ook een onderlijn van zo'n 18 centimeter. Wat ga ik nou doen? Ik heb hier een zak met de Tiger Nut Crush en de hot tuna door elkaar heen. En dit is denk ik nog zo'n 200-300 gram. En dan ga ik dan heel verspreid met de boliepijp allemaal naar de overkant. Ga ik een voerspoor maken. Frankrijk, Slovenië hebben we dat ook altijd gedaan. En ik denk dat het nu al zomer is. Het gaat gewoon lukken. Het gaat gewoon veel vissen brengen.
Ik ben benieuwd. Ik heb er vertrouwen in. Lekker zonnetje staat de hele dag op het water, dus ik denk dat die vis wel even gaat eten. Ja, het mooie, ik zit hier gewoon zonder shirt. Ik zit er net gewoon zijn jas aan. Ah, joh. Hier zit wel lekker zo het zonnetje. Dat is vet. Yes. Ja, jongens, ik heb net mijn lijn geklipt, maar toen gooide ik al vol gas. En nu moet ik nog met onderlijn PVA zakje en tegenwind het gaan doen. Ja, vooral die onderlijn is zwaar. Dus dat gaat wat worden. Zo. Best zat. Hè? Best zat. Hengel in hand 1 en mijn voer in hand 2. En de dekke waterpak is aan. Ik hoop dat de schade beperkt blijft. Maar ik wil heus dat even de hengels, mijn eerste hengels, dat die goed liggen. En als ik dan de vis heb eventueel, dan ga ik misschien nog werpen s'nachts. Maar hey, er sprong een vis. Mijn zak. Nee, in het midden. Jammer. Dus, nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Nou, zoals jullie zien, ik hoop dat het nog wat harder gaat waaien, want dan heb je iets in vol pakkie. Yo. Ja, jongens, even om de schade op te maken. Ik ben terug. Engels liggen. Tadaa. Zo dan. Knietje is weg. En hier is hij een paar keer overheen gegaan. Ik zei al, er zit maar zo'n 5 centimeter speling. Af en toe een golfie. Of dan even een stapje wat je miszet. Dan ben je het haastje. Maar goed. Dus dat is. Dat is lekker toch? Shirtje uit. Ik laat het drogen en dan komt het wel goed. Krijgen we nou? Een beetje piepen. Ik ben ook de wind. Hij piept er wel veel. Top van met je daar. Ja, mooi. Ja, dat is toch wel op zich leuke wedstrijd. Spannend, 0-0 nog, de openingsfase. En daarna zijn we lekker. Nou, wat ben jij nu? Burgertjes aan het bakken. Hey, hey. Maar we hebben wel een gebeurtje. Wat? Hoezo? Het zijn hamburgers, maar wat had ik vergeten? We hebben geen kaas, wel saus. Wie? Ja, jongens, het is gewoon een penalty, moet je kijken. Ja. Misschien een beetje naïef dat ik wel iets stapt. Ja, joh, gewoon een penalty. Hij geeft hem niet. Ja, klootzak. Jongen. Zit er nog wat aan? Ja. Ja? Ja, ik kom niet zo rood. Lekker al. Ik ga het schip net maken. Ja. Het is geen rood, jongens. Het is wel op de rode. Het is echt een hiekel. En hey, jongens, en op het mooie voertje. Toch de boetworpjes. Dat wel. Mooi hoor. Perfect. Nou jongens, daar is hij dan. De eerste bak van het jaar. Eerste nachtie. Of nee, ik zei tweede nachtie. Eerste vis. Dat is dan weer mooi. Want het is natuurlijk pas 8 uur 's avonds. En ja, dit is toch wel het zacht vissen die je eigenlijk niet wil. Wat vind ik nog? Ja, op de pen is dat leuk. Ja, ik zei al tegen Chit tijdens het indraaien. Ik zeg vanuit, het kan wel zo'n brasem zijn. Het scheelt niet veel. Even de weegschaal pakken en dan wacht hij weer terug. Chillemeister, ja. Dit is even een updateje. Nou, Wietse heeft een vis gevangen. Het is inmiddels, hoe laat zal het zijn? Half negen. Bijna donker. Ja. Windje begint een klein beetje af te nemen. En nee, ja, we wachten gewoon af tot de volgende hengel gaat fluiten. Deze gaan we ijskoud bij blijven staan. Nee. Heel de trip. Die rechter hengel, jongen, vannacht. Mooie 10 kilo schub. Ja. Yes. Nou jongens, het is 11:00. Half elf uur of zo. En we hebben eigenlijk geen actie meer gehad na die vis. 8 uur was dat. Dus we gaan lekker ons nest in. Chit, die gaat er. Hoe laat ga je uit, Chit? Kwart voor zes. Aardig gek. Ik ga dan lekker uitzapen en dan heel de ochtend chillen. Beetje omrijden knopen totdat hij terug is van werk. En dan gaan we samen inpakken en weer terug. Dus misschien dat ik 's ochtends nog even mijn hengels opnieuw uitloop. Dat ik niet heel veel vertrouwen heb omdat ik heb gegooid. Maar misschien dat ik toch vis vang. Hey, we zien jullie vannacht met een comment top en anders morgenochtend. De klok gaf aan dat het 10:50 was. En wat gebeurde er toen? Toen ging hij even fluiten. Zo, als de brander, hè? Ja, hij ging echt als de brander. En dan gaat hij kijken. Zeg. Beuken en, onder de top. Hoe voelt het dan? Beuken onder de top. Ja, lekker. Altijd lekker. Jongens. Bijna vast voor me net. Ja, gelukkig zijn we. Oh, lekker. Dit een vis van formaat. Nou, niet overdrijven natuurlijk. Steeds met of zonder PWA dan? Lekker. Oké, jongens.
We hebben te maken met onze grote spast. Hij is echt niet normaal spastisch. Maar een mooie visie. Ik denk een kilootje of 6, 7. Punt gaaf. Puntje klokzuiver gaaf. Gaf nog een goed gevecht onder de top. Keiharde fluiten. Mooi rugvinnetje zo. Nou, ik ken eigenlijk niet beter, hè? Nou, dat kan wel. Hoezo? We lagen nog, ja, lagen nog net niet te slapen, dus dat is ook mooi. En even een fotootje en dan kan hij terug. Yes. Zo. Wat zeggen we dan? Aan jullie paraplu. Nee, en nog meer. Dat was maar genoeg. Hey, oma. Ga je oma halen. Jong. Ja jongens, je ziet het goed. De dag begint met een koffie. En hier met een netje met een visstreng. Ik kom eigenlijk vroeg in de ochtend. Dus we hebben hem even erin gehad. Maar we hadden nog een vis erin zitten die net ervoor was. Die is ontsnapt. Dus we hebben nog maar één ding. Dus de vraag welke van wie is. Deze van mij of van Chitter. Tot er allebei nog één. En verder ja, daar zit er nog eentje in. En mijn jongens liggen er nog stil bij. Verder is het een mooie dag. Het wakker door de ganzen. En Chitter is inmiddels al een paar uurtjes aan het werk. Dus ja, ik doe het beter dan hè. En straks ga ik van een bakkie genieten. Nou, even lekker een bakkie. En uiteraard ontbijt te doen met Mexicano. Ja, 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 ja. Hey jongens, hier is de visje van Chit. Je ziet echt wel een mooie, mooie visje. Eigenlijk een dik buikje hebt hij al voor de rente. En ja, hij is lekker aan het vreten zo te zien. En die vindt Chit er net voordat hij naar het werk moest. Het is voor mij wel weer wennen met de nachtvis. Je ziet het misschien aan mijn ogen. Maar die hooikorts die heb ik nog steeds. Echt akelig. Maar ja, het is zoals het is. We moeten natuurlijk ook kunnen vissen. Ja, prachtig visje. In het ochtendzonnetje. Een fotootje is al gemaakt. Hij mag weer terug. Het is gewoon een kilootje voor 8. Ja jongens, daar is de andere. Kijk, het is weer echt een prachtige voorjaarsvis. Iets zwaarder dan die andere nog. Een kilootje of 9 denk ik. En ja, gaf een goed gevecht. Ik kwam dus op de hot tuna pakket deal. Met dat mooie voertje wat ik liet zien. Inclusief de broedwormpies. Dus ja, prachtige vis. Ik wil heel veel andere kant laten zien. En dan mag hij weer gaan zwemmen. Dan is het een goed begin van de tweede paasdag. Dat is vandaag. We blijven nog een paar uurtjes zitten tot Chit terug is van het werk. Ga ik even lekker onderlijnen knopen. En dan gaan we weer terug naar huis. Het was een mooie nachtje zo jongens. Ja, jongens, mijn linkerhengel die ligt al in sinds een uur of 8 gisteravond. Dus die ga ik even verversen. Geef nog een paar uurtjes. Met een velpop uppie. Een klein zakje PVA of een klein PVA zakje met wat pellets erin. Voor de attractie en dan hopen toch nog één aanmaatje te krijgen. Nu even verversen. Zo, een mooie besteding voor je. Tweede paasdag, onderijs knopen. Lekker in het zonnetje. En een muziekje erbij. Dat wil je nog meer. Hey, daar is Chitter. Hey jongens, we zijn er weer. Lekker even hard gewerkt. Dus ik kom terug, dus ik denk even de engeltje vervangen. En je raadt het al, hij zit vast aan de overkant. Dat is niet te ver. Zo, wat is het voor smeren? Dan mag hij even lekker daarin fietsen. Kijk hoor. Dat boompie. Zijn hem op. Kijk, daar hebben we. Kijk eens jongens. Uurtje productie. Aardig doorgebukt. We kunnen tenminste even. Ja, de masterchef heeft even een satéetje bereikt. Kijk eens even, joh. Alsof het voor niks is. Weer het broodje erbij? Dan zijn we het mannetje. Heerlijk, lekker man. Kijk eens, joh. Concurrentie gaat even op Chitter stack voeren. Maar goed, wat zeggen we daarop? Inpakken, wegwezen. Ja, we gaan opruimen. Precies. Mooi geweest. Uurtje of 12 nu. Chitter die hebben dan druk, want die moet nog editen voor dinsdag. Ja, dan dacht hij de tijd. Ik kan eigenlijk heel de middel in de zon zitten in de tuin. Beter geregeld. En dan. Hoe wil jij de video afsluiten, Chit? Ja, nou in ieder geval iedereen een blauw duimpje omhoog doen. We hebben weer
5 visjes gevangen. Dat was een lekker nachtje. Wat heb je aan? Ik heb een mooie polo aan. Die zijn ook te bestellen, toevallig. In de webshop dfvisteam.nl. Neem een kijkje. Abonneer voor meer. En dan zien we jullie volgende week woensdag. Oh, dinsdag om 4:30. Yes. Hoi.